Ja, het kan hard gaan, jongens. Zo ben je trainer van de A1 en zo ben je hoofdcoach. Welkom. Vandaag stellen we aan je voor de selectie van 2010-2011. Een groep die met recht talentvol genoemd mag worden. En we maken kennis met twee talenten uit dit elftal. Dat en meer vandaag in A1, Helden van de Toekomst. En wat eigenlijk gekscherend Bob volgens mij al zei, of een van de spelers. Normaal stuur je spelers door juist naar het eerste. En dit keer is het de trainer. Wat misschien wel een rare gewaarwording is. Het is de bedoeling uiteindelijk dat het in meerdere gevallen dat jullie dat zullen zijn. Frank de Boer ziet de A1 als een team waar hij mogelijk de komende tijd nieuwe aanwinsten voor het eerste vandaan kan halen. Bijna in het eerste. Maar hoe is het überhaupt om bij Ajax te spelen? Het is erg mooi natuurlijk. Ajax is een grote club. Ja, als je kijkt dan naar het complex. Het is natuurlijk, ja, het is gewoon groot. De tribune zelf ook al, als we wedstrijden spelen, is altijd druk. Ja, het is gewoon echt mooi als je tegen mensen zegt, ja, waar speel je? Ajax A1, ja, dan geloven ze nooit eigenlijk. Maar dan, ja, dan zijn ze zo, dan heb je goed voor elkaar. 5 dagen per week zijn de spelers op het complex van de toekomst te vinden. Hoe is de sfeer in de groep onder dit intensieve schema? Heel gezellig, iedereen is open met elkaar. We bikkelen allemaal, corrigeren elkaar ook heel goed. Tot nu toe gaat het erg lekker. En het team is ook leuk, de jongens zijn leuk. Ik kan met iedereen goed opschieten. Bedankt, bedankt, bedankt. Nou ja, spreek nog wel vaker. Bedankt, bedankt, jongen. Nog geen week nadat Frank de Boer afscheid nam van zijn pupillen, doen de eerste geruchten al de ronde over jongens uit de A1 die de kans kunnen gaan krijgen bij het eerste elftal. Een van hen is Jody Lukoki, een ouderwetse rechtsbuiten, zoals Ajax 1, die op dit moment niet in de selectie heeft. Ik ben een snelle rechtsbuiten die vaak de achterlijn haalt en een goede voorzet geeft. Luis Suarez speelt op mijn positie in het eerste. Ja, hij is niet echt een echte buitenspeler, dat niet echt, maar het zou wel kunnen dat ik naast hem zou spelen. Ja, kan wel. Lukoki en Suarez samen in het eerste. Hoe zou dat eruit zien? Probeert er voorbij te komen en krijgt de bal ook voor Suarez en 2-0! Grote kans voor Lukoki, maar wat moet hij nog bijleren om het te maken bij het eerste? Bij mijn acties dat ik vaker binnen door moet gaan, want ik ga vaak wel buitenom. Na een paar keer gaat die verdediger ook weten van, jij gaat steeds buitenom. En fysiek moet ik ook wat zeggen. Talenten vinden we niet alleen in de aanvalslinie, maar over het gehele veld in de A1 verspreid. Een van hen is Stefano Denswil, een vaste waarde in de verdediging. Nou, ik ben Stefano Denswil, ben 17 jaar en ben centrumverdediger bij Ajax. Een voetballende verdediger die meestal gewoon de beste oplossing wil zoeken en niet graag voor de lange bal gaat. Stefano Denswil, linker centrale verdediger. Ik denk ook wel echt een exponent van de Ajax opleiding, die goed, vrij goed kan opbouwen ook, maar wat hij het voordeel heeft, dat hij ook denk ik met Dovo's de tijd te rijden kan zijn. Vooral onder leiding van Frank de Boer, maar die zit nu in de eerste, heb ik veel dingen van geleerd van hem. En ook de team, heel gezellig, de jongens, de hele dag lachen. Dus ja, echt geweldig. Hij is binnen de groep ook zeer geliefd denk ik, hij kan met iedereen goed overweg. Ook zeggen, hij ontfermt zich overal over spelers op het moment als ze even een teleurstelling hebben. Op het moment gaat het sommige spelers teleurstelling hebben waarin hij zich er een klein beetje over ontfermt. Dat vind ik een goede mentaliteit, goede kwaliteit als je dat hebt. Dus ja, goed jongen met zijn hart op de goede plaats. Aanstormend talent met het hart op de juiste plaats. Wat doet het Stefano dat medespeler Lukoki mag gaan meetrainen met het eerste? Zoals je nu ziet dat Lorenzo laatst is ingevallen. En Jody binnenkort mag meetrainen, dan heeft het je wel een extra boostje om natuurlijk je best te doen. Voor je het weet, volg je. De geruchten werden bewaarheid, want Lukoki trainde deze week met de A-selectie. Wat vond hij ervan?
Hij doet gewoon wat hij bij ons deed, doet hij nu ook. Dus eigenlijk niet echt veel verschil meer. Alles gaat veel sneller en de jongens zijn ook groter en sterker. Dus ja, het is wel moeilijk. Het is wachten op de volgende uit de A1 die Lukoki achterna gaat naar het eerste. Een dag op het trainingscomplex. Volgende keer bij de A1, helden van de toekomst.